wordt de tijd van Eva Simons op Expeditie Robinson steeds korter, de zangeres wordt door alle kampleden genegeerd en wil haar voortdurend wegjagen. Ook op sociale media platforms klagen veel kijkers veel over Eva Simons. Ze denken dat ze behoorlijk sluw is. Natuurlijk werd ze niet erg vriendelijk behandeld door haar medekandidaten, maar ze speelde haar slachtofferrol met passie. Tot op het punt dat het ongemakkelijk wordt. Nicolette Kluiver bracht verrassend nieuws. De kampen zijn uit balans en dat zullen ze herstellen. Dus werden de kampen herschikt en het gebeurde op dezelfde manier als de selectie in de ouderwetse gymles. Opnieuw maakte Eva duidelijk hoe zij in de groep past. Omdat ze werd overgeschakeld naar een carry voor het andere team zodra ze de kans kregen. Zal Eva het echt naar haar zin hebben in haar nieuwe Noord-team? Voor de afwisseling mag Eva dit keer meedoen aan het spel, een lastig te volgen puzzel gevolgd door een rekensom waarbij een vlagje vrijkomt. Kortom, zelfs met Eva in het team konden we niet winnen. Had het herenteam maar niemand anders dan Mace Kees in het team om het probleem op te lossen. En zo werd het weer een leuke dag op Kamp Noord ter voorbereiding op de volgende eilandsraad. Vooral nu Eva zoete wraak kan nemen op Chelsea. Chelsea legt Eva uit dat ze tot een kleine groep zwakke broers behoort. Vervolgens liet ze het aan het toeval over wie eruit zou vliegen en die persoon bleek Eva te zijn. Toeval of niet, Eva vond het ook niet leuk dat ze min of meer kritiek kreeg van Chelsea. Toen de kou en de intriges leken te verdwijnen, begon Eva het opnieuw te doen. Ze maakt Jamie achterdochtig tijdens een gesprek met Christa, die haar eerder had verdedigd. Maar ze maakt ook van de gelegenheid gebruik om te hopen een bondgenoot in Christa te vinden. Door te onthullen vond ze een immuniteitsmunt, met... Bij de eilandsraad leken de meeste mensen vastbesloten om op Eva te stemmen, zonder te weten wat hen nog boven het hoofd hing. Toen Art vroeg wie zich vanavond onveilig voelde, stak alleen Eva verbaasd haar hand op. Maar het blijkt deel uit te maken van haar strategie. In tegenstelling tot wat Eva eerder dacht, blijkt Jamie haar nog steeds trouw te zijn en stemt ze dus op Floris, die zij als veilig beschouwt. Terwijl de rest op Eva stemde, bewaarde zij haar eerste stem op Chelsea. Maar dan onthult Art dat iemand een immuniteitsmunt heeft. Het was op het eerste gezicht duidelijk dat niemand deze plotwending had zien aankomen. Na de onthulling van Eva moesten Floris en Chelsea ineens met elkaar duelleren, terwijl ze zich nog steeds erg op hun gemak leken. Na een korte wedstrijd verloor Chelsea van Floris en moest het kamp verlaten. Maar je zou nog steeds een kans kunnen maken om de Robinson-titel van 2023 te winnen. En dat is een kans die Chelsea met beide handen grijpt. Trong khi họ gặp ra vẫn rất thoải mái. Sau trận đấu gần một Chelsea thua Floris và thời trạng, tuy nhiên bạn vẫn có thể có cơ hội giành được danh hiệu Robinson 2023 và đó là cơ hội Chelsea đang nắm lấy bằng cả hai tay.